Daar ging weer het fluitje. Niet het fluitje van de ijshockeyscheidsrechter, maar het fluitje van de conducteur. Want we hebben haast, heel veel haast. Toen zijn te laat vertrokken uit Deventer naar Heerenveen. Bij het vertrek stond net binnen mijn leverans hier in de deuropening. Met als gevolg dat we te laat vertrokken, zonder kaartje, zonder mobiel, weer terug. De trein toch nog gehaald, ondanks de vertraging. En zijn nu onderweg naar de topper Flyers tegen Silverdome Panthers. Met Michiel, nummer 7. We zijn heel benieuwd. Maar we zijn ook een beetje verward. Dan komen allemaal mensen uit Deventer hier tegen op weg naar Heerenveen. Zijn die nou supporter geworden van de Silverdome? Daar snappen we er niks van. Nee, ze gaan toevallig naar de voetbalwedstrijd Heerenveen Go Ahead. Maar wij gaan vanuit Deventer alleen van Michiel naar Heerenveen. Tot zometeen. Nou, dan zijn we in het stadion. Een kaartje voor het uitvak. En we de kaartjes moeten inleveren. Ik weet niet waar het uitvak is. Dus ik denk maar dat ik, sorry Michiel, tussen de Flyers support moet zitten. Want ik weet echt niet waar ik hier een plek moet zoeken. Nou ja, we gaan het zien. Kampioen. Maar jullie slagen erin om de eventueel juist te verslaan, hè? Ja, morgen hebben we rematch. Dus dan, dan gaan we het opnieuw proberen. Ja. Het is een best op drie, dus alle kansen. Maar ze zeiden tegen mij, het wordt 10-1. Onderwoord, hè? 10-1, dat zeiden ze. Ja. Maar ze zeiden wel, dus de enige ploeg die ons kan verslaan is de Silverdome Panthers. Ja, dat gaat ook wel gebeuren. Welke rol had jij vandaag? Wat zeg je? Wat was jouw rol vandaag? Verdedigen. Dus ik heb ze proberen tegen te houden, helaas bij mij 2 goals tegen. Ja. Ze waren gewoon wat beter vandaag. Ja. En morgen hebben wij thuis voordeel. Dus, Je had al een tijdstraf, hè? Ja, ook nog, ja. Wat deed je? Ik sloeg op zijn pols. Kijk, want ja, hoort erbij. Maar je hebt geen blessure gehad vandaag? Nee, geen blessure. Dus dat is helemaal heel. Eén tip, eet genoeg gressen.